Kan je vertellen wat je hier aan het doen bent? Ik ben aardappeltwistels aan het maken. Wie heeft dat verzonnen? Dat is van Willy Nacho. Zijn we samen. Dat is ook samen met Chippy AJ. Hebben ze dat bedacht en nu staan we overal op festivals deze dingen te maken. En dat wordt goed ontvangen? Jazeker. Er wordt meestal wel leuke reacties opgegeven. Ik heb het nog nooit eerder gezien, het is de eerste keer dat ik dit zie. En ja, je hebt er al heel wat weggebakken, denk ik, dit weekend. Wel redelijk wat, dat klopt. Geef eens een schatting. 200 aardappelen, 300. Nee, wel meer. Ik denk niet, in zo'n zak. Ja, oh, ik ben echt heel slecht in schatten, maar het is wel heel veel in ieder geval. Zullen we het niet over hebben, hè? Niet te veel over nadenken. Nee, inderdaad. Hoe ben je in Sittard terechtgekomen? Eigenlijk door een zoektocht, door te kijken naar verschillende gemeentes van waar is eigenlijk nog weinig te doen op het gebied van dit soort festivals. En wij hadden zoiets van, ja, Sittard is eigenlijk nog weinig te doen. Mooie gemeente, mooie locatie ook. Dus dat was eigenlijk voor ons genoeg reden om Foodstock naar Sittard te halen. Hoe lang ben je al bezig met Foodstock? Nou, eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang. We zijn vorig jaar eigenlijk pas begonnen voor de eerste keer. Gestart in Eindhoven. En dit jaar dus uitgebreid naar meerdere edities in Eindhoven. En in Helmond, Sittard dan en Valkswaard. Ja. Deze drie locaties, wil je dat nog gaan uitbreiden? Die plannen zijn er zeker, die ambitie hebben we ook om verder uit te breiden. We zien steeds dat het eigenlijk overal aanslaat. Mensen reageren er heel enthousiast op. Dat is ook hier te zien. Zondagmiddag, het loopt nu weer lekker vol. Gisteren echt een topdag gehad. Dus als het aan ons ligt, dan gaan we inderdaad wel verder uitbreiden. Ja. Ja. Eindhoven, 16.000 bezoekers. Halen jullie dat dit weekend hier ook? Het blijft moeilijk schatten, want het is natuurlijk open terrein. Daar hebben we in Eindhoven ook. Maar met gesprekken met beveiliging en onze eigen beelden die we zien natuurlijk, hebben wij het idee dat we daar zeker gaan halen. En waarschijnlijk zelfs nog iets eroverheen gaan. Ja. Dus Sittard gaat hem toppen? Sittard gaat hem toppen, inderdaad. Nu zie ik heel veel verschillende eetkraampjes. Hoe heb je die bij elkaar gevonden? Nou, we hebben eigenlijk een heel groot bestand met allemaal verschillende foodtrucks erin. En zij kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan ons evenement. Op basis van de inschrijving maken we eigenlijk een selectie van een zo veelzijdig mogelijk aanbod in keukens. Kijk je dan ook nog op lokaal niveau wat binnen Sittard wordt aangeboden en proberen die dan ook erbij te betrekken of is het puur alleen inschrijven? Nee, we proberen inderdaad wel daarna te kijken. Ik moet wel zeggen, dat gaat wel echt op inschrijving. Dus de ondernemers die hier uit Sittard komen en die zich daarvoor inschrijven, die proberen wel te plaatsen. Mits het allemaal past met aanbod, want we kunnen natuurlijk niet vijf dezelfde kramen neerzetten. We proberen echt voor de bezoekers in ieder geval een zo breed mogelijk aanbod te hebben. Ik denk dat we je volgend jaar ook terug gaan zien. Wat is het mooiste moment wat je tot nu toe hebt meegemaakt dit weekend? Het mooiste moment, nou, dat het gisteravond gewoon helemaal vol stond en ik allemaal blije gezichten zag. Dat was voor mij het mooiste moment. En ik hoop dat we dat vandaag weer gaan meemaken. Maar dat is waar we het voor doen. Dus dat is top. Goeiedag. Hey. Wat maken jullie? Wij maken empanadas. En wat zit daarin? Wij hebben, kan je best daar kijken straks. Er zitten vier soorten smaak in. We hebben rundvlees met chorizo. We hebben kip met rode paprika. We hebben spinazie met geitenkaas. Of we hebben champignon met wat kaas en rozijnen.
Hetgeen wat wij hier dus serveren in onze Fireman's Burger Truck, dat is ook een echte Fireman's Burger. Het leuke eraan is dat het zwarte hamburgerbroodjes zijn. Ik weet niet of u hem erop heeft staan. Kijk, dit zijn de hamburgers. Het geeft verder geen toevoeging aan smaak wat erin zit, want het is inktvisinkt. Dus het is echt iets unieks. Het ziet er heel bizar uit. Daarnaast noemen wij het ook nog wel eens ooit een mindfuck, hè, want het is echt iets bizars als je denkt dat je dat op moet eten. De eerste editie van Foodstock, hoe bevalt die? Minder. Ja, het weer is wat minder. Vandaag dan? Vandaag. Gisteren was het mooi. Zijn jullie gisteren ook geweest? Ik wel, ja. Zij niet. Voor herhaling vatbaar? Jawel. Ik vind het wel lekker eten. Hoe bevalt die? Erg goed. Wel gezellig. De eerste editie goed bevallen? Ja, ik vind het hartstikke gezellig. We wonen hier vlakbij, dus we dachten, kom eens even kijken. Dus bevalt goed.